100% Haag. Jouw stadsradio. Haagse kwartiertje. Ja, zo ram je ineens weer het Haagse kwartiertje in. Je weet het, iedere dag doen we Haagse muziek natuurlijk op Den Haag FM. Maar naar aanleiding van The Live I Live, het festival wat eraan komt op 26 en 27 april... hebben wij heel veel live muziek gewoon hier in het huis. Want er zijn heel veel mensen die mee mogen doen aan het Schooltainer traject. En vandaag is dat... Ik had al zo'n hoop dat jullie dat netjes in koor zouden doen. Ik heb een grote variatie al hier langs mogen zien komen. We begonnen de eerste dag met een rapper die met een USB-stickje aan kon lopen. Dit is volgens mij totaal andere kant van het spectrum als ik het zo zie. Want vrij massaal samenkomen is het voor Tup. Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Wie heeft het initiatief ooit genomen voor de band? Wie durft zijn vinger omhoog te steken? Ik wou met Cas Royal Blood gaan coveren. Yeah. Daar begon het eigenlijk mee. Toen zochten we een zangeres of een zanger. En Sue zat bij ons in de klas. En die was weer vriendinnen met Noor. Yes. En later hebben we Robin gevraagd voor de sax erbij. En Sof kwam ook nog bij. Het is een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. Als ja, zo ja, eigenlijk wel. Als je Tup moet omschrijven, wat voor band is het? Wat brengen jullie? Ja, we brengen een saxspeler, daar wordt naar gewezen. Ja. Maar die mag geen antwoord geven. Ik zou sowieso beginnen dat we het leuk vinden als in ieder geval heel het publiek losgaat. Althans, laatst hadden we een optreden en het publiek ging los. En volgens mij zat iedereen daar heel erg van te genieten. Ik denk dat dat ons doel is. En gewoon ook plezier maken. En niet alleen maar met muziek, maar ook gewoon erbuiten, samen eten. Ja, dat is gewoon, denk ik, het geheime waar van Tup. Ja, zijn ook best wel een hechte vriendengroep. Ja, dat hoor je al aan het fenomeen dat jullie inderdaad gewoon met z'n allen tegelijkertijd de bandnaam kunnen roepen. Je zit in ieder geval lekker op één lijn met z'n allen. Groefend. Jullie hebben net inderdaad een half uur in de studio hiernaast gezeten. Is dat het enige waar jullie op hebben geoefend? Nee, toch zeker? Voor vandaag. Ja? Dat je alleen de bandnaam gezamenlijk kan uitspreken? We hebben ook nog in de auto hier naartoe geoefend. Ja, heel goed. Ja. Hey, je kan heel lang over muziek ouwe hoeren, maar muziek moet je uiteindelijk horen. Welk nummer gaat het worden? Ons eerste nummer heet Nightbox, eigen nummer. Nou, dan gaat er waarschijnlijk nog één microfoon even verschoven worden. Anders hoor ik zo meteen de percussie niet. Oh, hij wordt nu wakker. Dan zou ik zeggen, als jullie er klaar voor zijn, tik hem zelf af en brand los. Let's go. Thanks. Gleaming and those words they kicked in as I think he could be, he
Ik moet altijd even uitkijken wanneer mensen nou echt klaar zijn. Ik heb het één keer gedaan dat er nog een stukje na kwam. Dus ik let op. Wat zijn jullie heerlijk in sync met z'n allen. Goed, man. Nee, tof. Jullie zitten nu dan voor de Live Live in het School T-Net traject. Wat heb je daar meegekregen? Wat heb je geleerd? Best wel veel eigenlijk. Ja, toevallig hadden we gisteren een workshop over het analyseren van hoe liedjes in elkaar zitten en van het hele productieproces eigenlijk van een liedje, van een goed liedje. En daar hebben we echt super veel geleerd over al die verschillende lagen en al die verschillende dingen die erbij komen kijken bij een liedje produceren van begin tot het eind. Dus echt van beginnen met welke instrumenten gebruik, welke akkoorden gebruik ik, tot helemaal het einde dat je het gaat masteren en gaat mixen. En ja. Wat maakt een liedje dan uiteindelijk nu een goed liedje? Ja. Ja. Nou ja, goed, het concept. Het concept is wat ik heb geleerd. Ja. Het concept is het belangrijkste. Wat is je idee erachter? En of de tekst en de akkoorden en de vibe en de groove allemaal bij het concept past. Ja, nou, het lijkt in ieder geval dat de groove bij jullie echt behoorlijk in sync is. Dus dat heb je onder de knie. Hoe zijn jullie eigenlijk hierbij gekomen om hiervoor aan te melden? Dat je wilde gaan optreden bij The Live I Live. Oh, het is weer jouw schuld, percussie. Ja, komt mijn vader is een beetje onze grootste fan, denk ik. Ja. Ik moest eigenlijk me opgeven. Je vertelt het ook alsof je er heel blij mee bent. Nee, ik ben er zeker blij mee. Ja? Nee, het is hartstikke leuk. Hey, nog een week te gaan uiteindelijk voordat The Live I Live is. Hoe gaat die laatste week er voor jullie voor Tub uitzien? Rustig. Ja, gewoon relaxed. Gewoon relaxed blijven. Kunnen jullie dat? Ja hoor. Ja. Is het niet dat er gewoon in al jullie kopjes alleen maar muzieknoten zweven de hele dag? Dat gevoel krijg ik een beetje namelijk. Helemaal waar. Ja. Dus die rust is gewoon een leugen. Ja? Ja, doe maar alsof. Hey, maar dan sta je uiteindelijk dadelijk bij op 26 april bij de Live I Live. Hoe is dat? Dat is vet. Super vet. Ja, nee, dat is echt. Ja. Ik vind het een beetje timide reactie. Hoe is dat? Sick. Nee, dat is echt super gaaf. Nee. Als er gewoon een lekker publiek staat en iedereen heeft gewoon zin om te dansen en iedereen danst ook mee, dan is het echt super, super gaaf. En dan is het echt een feestje. Energie die je terugkrijgt van een energiek publiek. Nou, oké. Okay. Nou, tof, we gaan het meemaken op 26 april. Ik hoorde net tussendoor alweer roepen, de eerste nummer. Hebben jullie ook een tweede nummer voorbereid dan van vandaag? Ja. Zullen we die nog even doen? Laten we de muziek verder voor zich spreken. Doen we nog één keertje tap gewoon op de Dagen FM. Oké. Jumping, I will show you where to fall.
Dank jullie wel. Hartstikke tof dit. Ik ga er even vanuit voor het gemak bij jullie. Het houdt niet op na de Live I Live. Zullen we meteen vast afspreken dat we van maand of drie jullie weer terug in de studio zien? Vind ik dat zeer gezellig. Bij deze is dat afgesproken. Dank jullie wel. Tot. Te zien natuurlijk ook bij de Live I Live op 26 april. Want dat is het feestje rondom Koningsdag uiteindelijk. Dat is de avond ervoor uiteindelijk. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag.